Nou, dat is mijn goede voornemen. Dat is deze stapel vakliteratuur om die te gaan lezen en weg te werken. Goede voornemens leven we slecht na, zegt Roos Vonk van de Radboud Universiteit. Ze vroeg 2000 mensen naar hun voornemens vlak voor de jaarwisseling en 6 weken erna. Een deel van de mensen wist niet meer dat ze een goed voornemen hadden, maar een grotendeel wist dat wel. Maar daarvan zei 24% dat het gelukt was. Bij de rest was het dus niet gelukt. Het gaat vaak mis omdat we vooraf onvoldoende bedenken hoe we zo'n voornemen gaan uitvoeren. Stel dat je zegt, ik ga meer genieten van het leven. Dat doe je niet zomaar. Dan moet je in je agenda zetten wanneer, waar, met wie en hoe ga je genieten van het leven. Beter plannen dus. Wat er dan gebeurt is dat mensen een jaar later, als het nieuwjaar wordt, zeggen ze, ja, maar vorig jaar heb ik het niet echt goed geprobeerd. Dus nu ga ik beter mijn best doen. En als ik nou beter mijn best doe, want ik ben hartstikke gemotiveerd, dan lukt het wel. Maar, waarschuwt Roos Vonk, het kan zo zijn dat het voornemen gewoon niet realistisch is. Misschien is dat maatje 36 wel helemaal niet voor jou weggelegd. Het is slimmer om doelen te stellen die haalbaar zijn. Bijvoorbeeld meer aandacht voor je relatie. Beter je best doen op het werk. Of simpelweg genieten van de mooie dingen in het leven. En daar dan ook tijd voor maken. Dus je kunt veel beter zeggen, ik wil op een gezonde manier leven. Ik wil zorgen dat ik iedere dag beweging heb. En dan kan je weer gewoon in je agenda zetten. Wanneer, waar, hoe, met wie ga je bewegen. Denk aan het soort van leven wat je wil leiden. Het soort persoon wat je wil zijn. Maar niet aan dat ideale figuur. Want dat ga je toch niet realiseren.